Goedenavond allemaal en welkom bij de webcast Aan de slag met VectorVest deel 1. Deze webinar heeft als doel om nieuwe abonnees beter vertrouwd te laten worden met VectorVest. De webinar bestaat uit 3 delen en nu zullen we in deel 1 al 3 tabs van de software uitgebreid bespreken. Na de 3 webcasts zullen we ieder tabblad overlopen hebben. Weet dat u achteraf de link van deze webcast via mail ontvangt en dat u dan de webcast op uw eigen tempo kan herbekijken, bepaalde delen opnieuw laten afspelen, etc. Hou zeker pen en papier bij de hand, zodanig dat u notities kan nemen. De agenda voor deel 1, wel, die is heel eenvoudig. Ik overloop volgende tabs: Training, Home en de Viewers. Op het einde mag ik ook nog een aantal speciale kortingen aanbieden. Ik presenteer een selectie van ieder tabblad waarvan ik vind dat u het zeker moet kennen. Ik zal ook regelmatig switchen tussen VectorVest USA en VectorVest Europa. Allereerst dit. Als abonnee heeft u toegang tot 5 databases, maar voor iedere database moet u apart inloggen. Hoe doet u dat? Wel, u gaat naar uw bureaublad en dan klikt u op het icoontje VectorVest 7. En dan krijgt u vervolgens dit inlogscherm. U selecteert een vlag, bijvoorbeeld de Amerikaanse vlag. U geeft hier uw login in. Bij de meeste nieuwe abonnees is de login altijd het mailadres waarmee ze geregistreerd zijn. Dus hier geeft u uw mailadres in, vervolgens geeft u hier het paswoord in en u klikt op login. Nu, als u dan bent ingelogd, bijvoorbeeld dit is VectorVest USA, en u wilt vervolgens inloggen naar VectorVest Europa, dan is het heel belangrijk dat u VectorVest USA niet afsluit. U kan perfect in 2, 3, 4, zelfs 5 databases tegelijk werken. Wat doet u dan wel? U ziet bijvoorbeeld hier in VectorVest USA, dat ziet u linksbovenaan door de Amerikaanse indexen. U klikt hier niet op de X, wel op het minnetje van minimaliseren. U gaat terug naar uw bureaublad, daar klikt u op VectorVest 7 en dan krijgt u deze terug op uw scherm. Amerika, daar bent u al ingelogd. Dus u klikt bijvoorbeeld op de Europese of de Canadese vlag. Hier wordt uw login, vermoedelijk uw mailadres. Hier uw paswoord en vervolgens klikt u op login. Uiteindelijk zal u in 2, 3, 4, 5 databases zijn ingelogd. Nu kan u heel makkelijk switchen tussen de databases. Ik ga een tip geven. U klikt op de Alt-knop, Alt onderaan. Die houdt u ingedrukt en vervolgens tikt u op de tab-knop. En zo kan u van Amerika switchen naar bijvoorbeeld, ik hou vervolgens terug de Alt-knop in, ik klik op dat tab en zo kan u zien, ik ga naar Europa, ik ga naar mijn Google Chrome, ik ga naar mijn PowerPoint, ik ga naar mijn GoToWebinar panel, ik ga naar het inlogscherm. Dus zo kan je echt gemakkelijk tussen alle databases switchen. Houd dus de Alt-knop ingedrukt, tik vervolgens op Tab en zo kan u van het ene naar het andere switchen. Goed, als u inlogt, dan komt u automatisch terecht op de trainingpagina. En op de trainingpagina, die ziet u hier, daar ziet u een welkomvideo van Linda Royer, de CEO van VectorVest. U kan die hier wegklikken. Nu, u gaat zien dat ik naar de trainingpagina ga van VectorVest Europa, niet van VectorVest USA. En het zal u snel duidelijk worden waarom ik dat doe. De training tab. Ik raad iedere nieuwe abonnee deze pagina eens goed door te nemen, alvorens u met de rest van het programma aan de slag gaat. Er is heel veel gratis support voor u. Enerzijds Nederlandstalige support, zoals onze workshops, de snelstartcursus en webcasts zoals deze, maar er is ook heel veel Engelstalige support. Nu, de training tab, als u met een vraag zit, dan is de kans groot dat u hier het antwoord gaat vinden. U ziet hier de Successful Investing Quick Start Course. Dat is een snelstartcursus, in totaal 1,5 uur. Dit is echter wel in het Engels en ik moet erbij zeggen, dit is meer voor traders op korte termijn. Men gaat daar eigenlijk de aandacht focussen op high momentum stocks, aandelen met een hoog momentum en op snellere marktsignalen.
Nu, 90% van mijn abonnees zijn beleggers op middellange termijn, lange termijn. Je hebt vaak mensen die gaan voor kwaliteitsaandelen, waarbij een klein gedeelte van het portfolio is ofwel voor te traden ofwel hogere risico aandelen. Maar de meeste van mijn abonnees gaan voor kwaliteitsaandelen. Nu, u bent natuurlijk vrij om te kiezen wat soort aanpak u gaat doen. Bent u een trader? Bent u een lange termijn belegger? Gaat u voor dividende aandelen? Gaat u voor value aandelen? Kwaliteitsaandelen? Iedere belegger is anders. Maar onthoud, dit is meer voor de trader onder u die gaat voor high momentum aandelen. Wat bied ik u in het Nederlands aan? Wel, de drie aan de slag met Vectorvest webinars. U ziet ze hier, deel 1, deel 2 en deel 3. Die zijn dus allemaal in het Nederlands. U kan deze webinars hier opvragen. Ik bespreek hier in iedere webinar iedere tab van de software. U ziet alle tabs hier bovenaan staan. En inderdaad, u bent op dit eigenste moment aan het kijken naar aan de slag met Vectorvest deel 1. In deel 1 ga ik de tabs training, home en viewers bespreken. Straks volgt deel 2 waarin we timing, graphs en de views gaan bekijken. En tot slot in deel 3 gaan we naar onze zoekmachine, de backtester en portfolio. Nu, waarom zei ik daarnet, ik log in Vectorvest Europa en niet in USA? Wel, enkel in Vectorvest Europa kan u deze drie aan de slag met Vectorvest, de Nederlandstalige video's, opvragen. Wat hebben we hier nog op deze trainingpagina? Wel, hier onderaan, de how-to-video's, daar kan u op klikken. Dan gaat u een browser openen en dat zijn de Navigation Training Series van collega Glenn Tomkens. Als u echt alles wilt weten van iedere tab in Vectorvest, dan kan u deze video's bekijken. U ziet het, hij gaat hier bijvoorbeeld bij graphs, gaat hij twee video's uittrekken om alles met betrekking tot grafieken uit te leggen. Wat mijn betrachting is, dat is in deel 1, deel 2 en deel 3, als u deze drie hebt bekeken, dan kan u met Vectorvest werken, dan kent u de basis van Vectorvest. Als u echter alles wilt kennen, dan klikt u op die how-to-video's. En dan gaat men nog echt veel meer diep in detail. Weet wel dat deze video's dat Engelstalige video's zijn. Goed, wat hebben we hier nog? U kan klikken op Other Information. Hier kan u allerlei PDF's downloaden. De helpfile, dat is een beetje, toch wel een iets oudere helpfile, vind ik persoonlijk. Dan bent u misschien beter af met de PDF-helpfile. Die is bijzonder uitgebreid, liefst 225 pagina's. Als u hier het antwoord op uw vraag niet gaat vinden, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Maar heeft u geen zin om die 225 pagina's te bekijken, weet dat u ten allen tijde met uw vragen terecht kan op ons mailadres. belgium@vectorvest.com. belgium@vectorvest.com. Daar kan u altijd al uw vragen in onze eigen taal in het Nederlands stellen. How to identify the best stocks, ook hier een Engelstalige video. Vervolgens een snelstartcursus, zowel van de ProTrader als van de Derby. De ProTrader, dat is wel vrij populair bij een aantal abonnees van mij. Wat is dat? Wel, dat is technische analyse via de Unisearch. Technische analyse via onze eigen zoekmachine. Ik laat u straks in deel 3, aan de slag met Vectorvest deel 3, laat ik u alles zien over de Unisearch en over deze ProTrader. Maar hier kan u dus alvast de PDF, de helpfile, downloaden. U kan ook een PDF downloaden voor de Derby. De Derby is een tool voor dagtraders. Nu, ik heb in België niet veel dagtraders als abonnee. En dat komt eigenlijk waarschijnlijk door de hoge beurstaks. Maar als het toch iets voor u lijkt, dan kan u ons mailen voor meer informatie. Ook hier. Het mailadres is altijd hetzelfde, belgium@vectorvest.com. Meer informatie over de Derby. En hier kan u alvast de PDF, de snelstartcursus over de Derby, downloaden. Het laatste hier onderaan is ook wel interessant. Ik ga er eens op klikken. Hier staat Improvement Requests. Ik klik daarop. En als u suggesties heeft, of als u foutmeldingen heeft,
dan kan u die via Improvement Requests allemaal doorgeven. U kan ook stemmen op ideeën van andere abonnees wereldwijd. U kan stemmen, maar u kan ook zelf dus gaan antwoorden hierop. Voilà. U kan dat zeker eens gaan bekijken. Tot zover hier eigenlijk alles voor Other Information. Vervolgens heeft u onderaan hier Contact Support. En wat is hier belangrijk? Weet dat u vanuit België en vanuit Nederland gratis kan bellen naar het callcenter in de Verenigde Staten. U vindt dus hier de telefoonnummers. Het callcenter in de Verenigde Staten is iedere dag, iedere werkdag bereikbaar van 13 uur onze tijd tot 5 uur 's morgens. Dus dit is de tijd hier bij ons in West-Europa. Telkens van maandag tot vrijdag, dus in het weekend, kan u het callcenter niet bereiken. Nu, 0800-nummers, gebruik dus nooit een betalend nummer. En u ziet het, hè, deze nummers kan u ook terugvinden op de website vectorvest.be. Hier zitten we op vectorvest.com, maar surft u naar vectorvest.be, dan kan u daar bij contactinfo ook al deze gegevens terugvinden. We hebben in België zelf, of in Nederland, geen callcenter. Maar we hebben wel Nederlandstalige support via mail. Zoals gezegd, u kan ons altijd mailen belgium@vectorvest.com of nederlands@vectorvest.com. Ik ga terug naar de training tab in Vectorvest Europa. En wat ziet u dan hier rechts bovenaan? U ziet links naar de Engelstalige University van Vectorvest en naar de Nederlandstalige Universiteit. Straks in deel 2 ga ik deze apart bespreken. Maar weet dat u hier al de rechtstreekse link heeft om naar de universiteit te surfen. We hebben een aparte universiteit voor de Engelstalige abonnees en een aparte universiteit voor de abonnees uit België en Nederland. Rechts hier ziet u Quick Reference Guide. Dat is ook een hele interessante. We hebben zowel in het Nederlands als in het Engels een Quick Reference Guide. Wat is dat? Dat is een snelstartcursus. 26 pagina's, leest heel vlot, zeker eens doornemen. U kan deze downloaden door gewoon hierop te klikken. En vervolgens kan u het document echt downloaden op uw, op uw computer door hier op te klikken, maar u kan het desgewenst ook printen. 26 pagina's leest eigenlijk heel vlot. Zeker een must om te downloaden en te bekijken. Zoals gezegd, niet alleen de Nederlandstalige versie, we hebben ook de Engelstalige versie. Wat moest ik hier nog zeggen? Dit hier, de Nederlandstalige versie van de snelstartcursus, kan u enkel downloaden via Vectorvest Europa. Als u zit in Vectorvest USA, dan heeft u daar geen mogelijkheid om de Nederlandstalige versie te downloaden. En dan hier tot slot, als laatste op de tab Training. Tot slot heeft u het groene boekje, dat heet Stocks, Strategies en Common Sense. Ook hier kan u erop klikken, het Engelstalige of het Nederlandstalige downloaden. Ik heb nu het Nederlandstalige gedaan. Voilà, dat is het groene boekje. Ook hier kan u het downloaden en of afprinten. Het is het boekje geschreven door de oprichter van Vectorvest, Dr. Bart De Lido. Het boekje bevat veel nuttige informatie, bijvoorbeeld hoe aandelen selecteren, hoe aandelen waarderen, hoe uw portefeuille beheren, hoe u bijvoorbeeld succesvol aan bottom fishing kan doen, risk management en zoveel meer. Dus hier ziet u de volledige inhoudstafel van het groene boekje. Nogmaals, u heeft de keuze om dit in het Engels of het Nederlands te downloaden. Wenst u het in het Nederlands, dan kan dat enkel via training en vervolgens groen boekje. Download NL.
Goed, wat moet u onthouden van de TAP training? Want als ik zo'n TAP heb besproken, dan geef ik u een slide met de meest belangrijke zaken die u moet onthouden. Wat moet u onthouden van de TAP training? Dat u er de Nederlandstalige versie van de snelstartcursus en van het groene boekje kan downloaden. Snelstartcursus is echt wel een must om te lezen. Het groene boekje, dat is heel interessant om te lezen. Gewoon, als belegger. Maar u heeft het niet echt nodig om met Vectovis te leren werken bijvoorbeeld. Maar het bevat zeer nuttige informatie over beleggen in de ogen van de oprichter van Vectovis, Dr. Bart De Lido. Weet dat u het callcenter ten allen tijde gratis kan contacteren. Iedere dag, iedere werkdag moet ik zeggen, van maandag tot vrijdag. Van 13 uur 's middags tot 5 uur 's nachts via dit nummer vanuit België en vanuit dit nummer vanuit Nederland. Als u vragen heeft, u kan ons ook altijd mailen in uw eigen taal in het Nederlands. belgium@vectovis.com of nederlands@vectovis.com. Voilà. Dan gaan we naar de volgende tab en die heet Home. Die staat hier, linksbovenaan, de tab Home. Het is nu zondagavond onze tijd. En ja, logisch zijn de markten in USA en in Europa natuurlijk gesloten. Zelf heb ik hier een real-time abonnement openstaan. Ik heb dus de koersen live als de markten open zijn. Nu, de meeste abonnees die hebben een end-of-day abonnement, maar weet dat u voor USA de keuze heeft tussen 1. Een real-time abonnement. Als de koersen in Amerika, ja, als de koersen, als de beurzen, moet ik zeggen, als de beurzen in Amerika open zijn, dan heeft u hier live gaan alle koersen veranderen. Tweede mogelijkheid is een intraday abonnement. U krijgt alle informatie met 15 minuten vertraging op uw scherm. De markten openen bijvoorbeeld in Amerika om 3:30. Dus vanaf 4:15 krijgt u data op uw scherm en dit tot 9:45. Of derde, laatste mogelijkheid. U heeft een end-of-day abonnement. De koersen worden 1 keer per dag na het sluiten van de beurs aangepast. Nu, de data voor Europa, die worden aangepast rond middernacht. De data voor USA, die worden aangepast in de loop van de nacht. Nu, voor alle duidelijkheid, voor Europa bestaat er vandaag geen real-time of intraday. Dat is enkel beschikbaar voor USA. Nu, toch een kleine tip. De meeste van mijn abonnees hebben dus een end-of-day abonnement. Maar weet, als u Vectovis downloadt op de app, en hoe kan u dat doen? Wel, de app van Vectovis, die heet Stock Advisory. Stock, het Engels dus voor aandeel, en dan Advisory, Stock Advisory. Als u die app downloadt, dan krijgt u de koersen in Amerika, als de Amerikaanse beurzen open zijn, u krijgt de koersen in Amerika gratis, met 15 minuten vertraging. Dus dat is wel leuk met een end-of-day abonnement dat u op de smartphone, het is wel enkel op de smartphone, de koersen met 15 minuten vertraging heeft. Goed, de homepagina dan, wel, die kan u beschouwen, bekijken, ja, een beetje ja, lezen als een financiële krant, waarbij het herkennen van de trend van de markt het allerbelangrijkste is. U ziet hier allerlei gadgets. U kan deze van plaats veranderen. U gaat erop staan, u houdt uw linkermuisknop ingedrukt, u sleept die naar ergens en u laat die los. Wat ik persoonlijk een hele belangrijke vind, is hier bij die color guard. Standaard staat dat bij u, ja, dat kan u enkel de laatste 5 dagen zien. Wilt u de dagen ervoor zien, dan moet u hier scrollen. Ik raad u echt aan om dat aan te passen. Hoe doet u dat? Klik hier op configureren. En dan ziet u dat heeft de keuze tussen small en medium. Bij u gaat het staan op small. Voilà. Maar ik vind dat heel ongebruiksonvriendelijk, want dan moet je echt naar beneden scrollen. Het is een hele belangrijke dat je in één oogopslag kunt zien hoe de trend van de markt evolueert. Daarom klik dus op de schroevendraaier, verander small in medium en klik vervolgens terug op de schroevendraaier. U kan kolommen breder of smaller maken. U gaat erop staan, u houdt uw linkermuisknop ingeduwd
en dan sleept u van links naar rechts. Ik ga een aantal van de belangrijkste gadgets met u overlopen. Hier bovenaan ziet u een quicklist. Dat is een overzicht van de belangrijkste indexen. Voor USA zijn dit de Dow Jones, de Dow Jones Transportation Average, de Nasdaq, de S&P 500 en de VectorVest Composite. VectorVest Composite, dat is onze eigen index. Dat is het rekenkundig gemiddelde van alle aandelen die in de database zitten, waarbij ieder aandeel dus eenzelfde weging heeft. Hoeveel aandelen volgen wij? 9154. De kleine centjes aandelen, die halen we eruit en van de rest nemen we een rekenkundig gemiddelde en dat is onze eigen index. En waarom is die zo belangrijk? Wel, de S&P heeft een vrij goed beursjaar, alleen is een beperkt kransje met aandelen verantwoordelijk voor de stijging van de S&P dit jaar. Als u dat klein kransje aandelen eruit haalt, u kent ze wel, de Nvidia's, de Microsoft's, de Adobe's, de Meta's. Als u die eruit haalt, dan staat de S&P dit jaar in het rood. Op dit moment toch. Dus heel belangrijk is, we kijken naar de trend van de markt en daarvoor hebben wij onze eigen index. Ik kom daar later nog op terug. Nu, dit zijn een aantal indexen. Stel dat je hier nu de Russell 2000 erbij wilt hebben, dat is perfect mogelijk. U klikt hier dus bovenaan op configureren. Add symbol, daar geef je Russell in. Wel, de ticker is RUT, maar als u dat nu niet weet, geeft u gewoon Russell in. En dan ziet u hier alle mogelijkheden. Russell 2000, klik ik aan en dan zie je hier Russell 2000 ticker RUT. Zo kan u bijvoorbeeld ook een aandeel gaan toevoegen. Bijvoorbeeld, u klikt hier op configureren, u geeft de ticker in, bijvoorbeeld MSFT van Microsoft. En dan ziet u, Microsoft en Russell 2000 staan er nu bij. Je ziet dat ik moet scrollen. Ook hier dezelfde opmerking, klik op configureren, verander small naar medium en dan hoeft u niet meer te scrollen en u heeft nog ruimte om aandelen of indexen toe te voegen. U kan het zelfs op large zetten. Ik ga terug naar de oorspronkelijke instelling, dus ik ga naar small. Ik ga Microsoft verwijderen. Hoe doen we dat? We gaan op Microsoft staan, rechtermuisknop, delete item. Ook voor de Russell 2000 ga ik opstaan, rechtermuisknop, delete item. En nu heb ik terug mijn 5 oorspronkelijke indexen, waarbij ik dus niet ga moeten scrollen. Wat is er nog mogelijk hier? Bijvoorbeeld historical data opvragen van een index of van een aandeel. Stel dat je nu de slotkoersen van de S&P wilt van de afgelopen ja, ik zeg maar ietsje. We gaan op S&P 500 staan, rechtermuisknop, u ziet hier View Historical Data. Nu, als u een intraday of een real-time abonnement heeft, dan kan u de data minuut per minuut opvragen. Als u dat niet heeft, dan krijgt u dit. End-of-day data, dan heeft u enkel de slotkoersen, maar goed, dat lijkt me ook het belangrijkste, de slotkoersen van, in dit geval, afgelopen jaar. U kan dat gaan aanpassen door hierop te klikken. U selecteert de begindatum, bijvoorbeeld 3 mei 2022, tot vandaag, slotkoersen 27 oktober 2023. En dan gaat hij die inladen. Oké. Wat is ook belangrijk? Dat is dat u eens op een willekeurig aandeel gaat staan, in dit geval Adobe, en dat je eens even alles gaat bekijken. Bijvoorbeeld hier View Stock News. Als ik daarop klik, dan gaat u automatisch naar de Yahoo-pagina van Adobe. Zo kan u, als u het bedrijf niet kent, gaat u naar de Yahoo-pagina van Adobe, u klikt op Profile en met enkele muisklikken komt u dus bijvoorbeeld op de website van Adobe. Kan u uw woordje uitleg opvragen. Mocht u het Engels niet helemaal 100% onder de knie hebben, u kent het wel, hè? Rechtermuisknop, vertalen naar het Nederlands. En zo kan u eigenlijk alles makkelijk in uw eigen taal gaan opvragen. Nu,
Wat nog? Adobe. View Full Stock Analysis Report, daar kom ik straks ruim op terug als we het tabblad Viewers bekijken. Historical data heb ik gezegd. Stocks in industry en sectorgroep, dat komt ook straks terug. Het verschil tussen een sector en een industrie komt terug als we de tab Viewers bekijken. En u ziet heel veel mogelijkheden, dus eigenlijk misschien wel eens interessant om hier zelf in te gaan neuzen. Wat hebben we dan nog? Vectorvest at a glance ziet u rechts bovenaan. U ziet het totaal aantal aandelen die in de database zit. Voor Europa zijn dat iets meer dan 2000 aandelen. Voor Amerika zijn dat er meer dan 9100 aandelen. U ziet dat ieder aandeel een aanbeveling krijgt. Buy, sell of hold. In het midden ziet u de market timing gauge. Die kan 1, 2, 3 tikken in het rood staan, 1, 2, 3 tikken in het groen staan, of hier 3 tikken in het geel staan. Nu, op dit ogenblik staat die 3 tikken in het rood. Hoe komt dat? Wel, hiervoor kijken we altijd naar de bovenste rij van de color guard. Wat zien we? 3 rode vakjes, vandaar dat de market timing gauge 3 tikken in het rood staat. Nu, het is belangrijk dat je alle onderdelen van de color guard goed begrijpt. Ik overloop ze met u kort in mijn journaal, dat 1 keer per maand plaatsvindt en dat u altijd kan opvragen, het laatste journaal. U gaat gewoon naar vectorvest.be, workshops en webcasts. Ja. En daar kan u... Dit zijn de huidige webcasts. U bent op dit moment naar deze webcast aan het kijken. Straks vindt nog deel 2 en deel 3 plaats. Maar u kan ook replays gaan opvragen. Mijn laatste journaal. Mijn laatste Q&A-webinar van vorige zondag. Mijn laatste online workshop dateert van mei. Nu, volgende week zondag ga ik een nieuwe online workshop presenteren. Dus je ziet, hier kan je een aantal webinars uit het verleden opvragen. Straks gaan we het hebben over de universiteit en dan kan u, als u wenst, alle webinars van mij van de afgelopen, wat zal het zijn, 3, 4, 5 jaar, kan u allemaal opvragen. Maar goed, dat is voor straks. Nu, weet, in mijn journaal leg ik dit altijd uitgebreid uit. Ik ga het toch kort doen, met u overlopen. De price, dat is onze eigen index. De Vectorvest Composite Price, onze eigen index. €53 en 3 cent. Het rekenkundige gemiddelde van alle aandelen in de database. We gebruiken deze index om de trend van de markt te herkennen. Volgende kolom staat RT. RT staat voor Relative Timing, onze korte termijn momentum indicator. U kan dat toepassen op individuele aandelen. Maar in dit geval is het het korte termijn momentum van onze eigen index. De relative timing noteert op een schaal van 0 tot 2. Boven de 1 is het momentum positief, onder de 1 is het momentum zwak. De volgende kolom, BSR. BSR staat voor buy to sell ratio. De verhouding van het aantal aandelen met een buy ten opzichte van het aantal aandelen met een sell. In een gezonde markt moet dit boven de 1 noteren. Vandaag zitten we met een buy to sell ratio van 0,08. Nu, interessant wordt het als we die uiterste bereiken. Wat zijn de uitersten? Wel, de uiterste naar boven is 8. Bij een buy-to-sell ratio van 8, dan zijn de markten echt overgekocht. Betekent op die moment dat er 8 keer zoveel aandelen op buy staan als op sell. Dat is niet meer het moment om nog aandelen te gaan bijkopen. Heel vaak krijgen we dan consolidatie en meestal zelfs ook een, al dan niet tijdelijke, terugval van de beurzen. Daartegenover, als de buy-to-sell ratio 0,20 noteert, dan betekent dit dat de markten oversold zijn. Als de buy-to-sell ratio 0,10 noteert, dan zoekt de markt vaak naar een bodem. Een buy-to-sell ratio van 0,10, dat betekent dat er op die moment meer dan 10 keer zoveel aandelen op sell staan als op buy. Nu, u moet opletten. Dat betekent niet dat de bodem vlak nabij is. Bij een buy-to-sell ratio van 0,10, dat is een situatie 1 die een tijd kan aanhouden.
Keynes die zei ooit: The market can stay irrational longer than you can stay solvent. Onthoud dat, maar weet historisch gezien: zoeken de markten naar een bodem bij een buy-to-sell ratio van 0,10. Er is echter een uitzondering. En die uitzondering, dat zijn berenmarkten. Bij berenmarkten zien we dat die buy-to-sell ratio inderdaad nog een heel stuk lager kan. Dat hebben we gezien in 2008, maar ook in maart 2020 met de coronacrash. Het enige wat op die moment nog op buy staat, dat zijn trekkers short. Dus u kan zelfs zijn dat u de buy-to-sell ratio ziet terugvallen tot 0,01 of 0,02. De volgende vind ik een interessante, de MTI. MTI staat voor Market Timing Indicator. Wat is dat? Dat is een eigen indicator op een schaal van 0 tot 2. En hoe is die samengesteld? Wel, we nemen onze eigen index, het korte termijnmomentum en de buy-to-sell ratio. En deze drie zaken zetten we om in één allesomvattende indicator. Op een schaal van 0 tot 2. Ook hier uitersten, 1,55 à 1,60 markten zijn overgekocht, 0,60 markten zoeken naar een bodem. Maar ook hier, bij benenmarkten, gaat deze indicator lager. En het kan heel interessant zijn om eens te gaan zien hoe ver is die in het verleden bij zware crashes teruggevallen. Ik open nu onze eigen index en we gaan eens kijken. Hier zien we. Je ziet hier die gele lijn, dat is 0,60. En je ziet in het verleden heel vaak 0,60 dat dat de bodem was van correcties. Dat was hier, dat was hier, dat was hier, hier een fractie lager, hier net niet 0,60, 0,60, bijna 0,60. Heel vaak hebben we dan een bodem. Alleen zien we, als het echte zware bedemarkten zijn, dat we nog een pak lager gaan. En wat is heel interessant? Dit hier bijvoorbeeld in 2008 hadden we een MTI van 0,20, dat was de low. Wat was de low hier? Een MTI van 0,21. Dus stel, dat was toen ook de bodem, net zoals hier. Stel dat we nog eens de komende maanden het zwaar krijgen, niemand weet het, niemand heeft een glazen bol, iedereen spreekt over een crash. Wij doen daar nooit uitspraken over, gewoon omdat je de markt niet kunt voorspellen. Macro-economisch gaat het niet goed, dat klopt volledig. Anderzijds zegt men, stierenmarkten zijn geboren op een muur van zorgen. Beurzen stijgen op een muur van zorgen. En het is ook een feit, als iedereen een crash verwacht, dan komt die soms niet. Dus je weet het nooit. Alleen als de buy-to-sell ratio nog zwaar onderuit nog zou gaan en de MTI ook zwaar onderuit, dan kan het misschien wel interessant zijn om deze niveaus van 0,20, 0,25 goed in de gaten te houden. Oké. Het volgende kolommetje van de color guard, dat is de trendkolom. One day doesn't make a trend. De snelste trend die wij hebben, dat is de primary wave. Wat is de primary wave? Wel, dat is onze eigen index. We gaan die vergelijken, 27 oktober vergelijken we met exact 1 week daarvoor. Wat zien we? $53.03 is lager dan $54.16. De primary wave is dus down. Het eerste gedeelte van de trendkolom is dus down. Het tweede gedeelte van de trendkolom, dat kijkt gewoon naar de MTI. Als de MTI onder de 1 zit, zoals nu al weken het geval is, dan is het tweede gedeelte van de trendkolom down. We zitten dus vandaag in een down-down situatie. En de laatste kolom, misschien wel de meest belangrijke, dat zijn onze market timing signalen, onze meest conservatieve market timing signalen, moet ik zeggen, onze confirmed calls. Ofwel een confirmed call up, ofwel een confirmed call down. Als u deze volgt, zal u nooit een grote trend ommekeer van de markt missen. Nu, hoe moet je nu die confirmed calls interpreteren? Als we een confirmed call up krijgen, dan raden wij u aan om beschikbare cash aan het werk te zetten, om dus aankopen te doen. Doe dit op de eerste dag van een confirmed call op. Het is al het meest trage signaal, dus dat is het laatste signaal dat wij zeggen om aankopen te doen. U zal zien, vaak, niet altijd, maar wel vaak, is dit begin van een opgaande trend.
Alleen in een benenmarkt kan je natuurlijk wel eens een vals confirmed call-up signaal krijgen, maar je kan gaan kijken naar het verleden. Bijvoorbeeld hier, market timing graph. U zet de grafiek op 10 jaar. U klikt vervolgens op confirmed calls en dan kan u altijd gaan zien, oké, wat heeft de index gedaan na een confirmed call-up. U kan dan gaan inzoomen. Nu, straks ga ik de tab graph bespreken en dan kom ik daar uitgebreid op terug. Nu, wat als wij een confirmed call down krijgen bijvoorbeeld? In Amerika zitten wij sinds 9 augustus in een confirmed call down. 9 augustus, dat is hier. Toen was onze eigen index $59,46. Sinds deze confirmed call down zijn we al serieus gedaald, al meer dan 10% gedaald, tot $53,03. Wat zeggen wij bij een confirmed call down? Wij zeggen, panikeer niet, ga zeker niet alles verkopen, koester uw kwaliteitsaandelen, maar koop nooit aandelen bij. Stel dat je 100% in de markt zit, dan zou je hier en daar wat aandelen kunnen verkopen om wel wat winst van tafel te halen. Maar zeker geen aandelen bijkopen aan het begin van een confirmed call down. Sommigen die gaan hun toplosses wat strakker zetten, anderen die gaan met opties werken en een heel kleine minderheid die gaat misschien shorten. Dat is ook natuurlijk niet zonder risico, maar heel belangrijk is, koop nooit aandelen bij aan het begin van een confirmed call down. Best ook niet tijdens een confirmed call down, maar dus zeker niet aan het begin van een confirmed call down. En respecteer ten allen tijde uw stoploss als u besluit om met een stoploss te werken. Goed, tot zover de color guard. Welke gadgets hebben we dan nog allemaal in USA? Dan moet ik even scrollen. U kan dus uw eigen quicklisten gaan aanmaken met aandelen die u volgt. Ik ga eens kijken, wat hebben we hier nog? Ik ga misschien even naar Europa gaan. Bij Home ziet u hier events. En wat zijn de events? Voor de mensen die live kijken, weet dat er morgen maandag 30 oktober nog een workshop is in Kortrijk. En dinsdag 31 oktober is er een workshop in Mechelen. Iedereen welkom. Wat is er qua webinars? Wel, nu op dit eigenste moment deel 1, straks nog deel 2 en deel 3. En volgende week zondag is er de Nederlandstalige online workshop. Dat is de reden dat ik even naar Vectorvest Europa ga, omdat het, ja, daar gaat het toch over mijn workshops en mijn komende webinars. Wat heeft u dan nog? De Strategy of the Week. Iedere week zijn er video's die Vectorvest maakt, met onder andere de Strategy of the Week. Nu, daar kom ik straks ook op terug als we de universiteit bespreken. Ik zoek nog iets. Moment. U ziet hier de grafiek van de MTI. Special offer. Nou, dat is zowat het belangrijkste. Normaal is er ook nog een tab training. Nu, hoe kan u die toevoegen? Door hierop te klikken. Maar misschien is die... Hier is de tab training. Voilà. En als u de tab training erbij heeft, dan kan u rechtstreeks klikken hierop en dan opent de Vectorvest Universiteit. Die was ik dus aan het zoeken. Events heb ik laten zien. News is er ook. Hier bij News kan u op klikken. Kan u toevoegen. Precies een kleine error nu. Nou, dat kun je wel eens hebben in het weekend als er maintenance is. Dus, maar hier kan u dan nieuws opvragen. Behalve nu. Oké, dat heb je met die live webinars. Ook VST-aandelen bijvoorbeeld. Dus hier hebben we top VST-aandelen voor Europa. Dit is medium. U kan het ook in het klein doen. U kan het ook in het groot doen. Het staat nu standaard op medium. U kan dat gaan aanpassen naar de top RS-aandelen, de top industrieën, de top sectoren, maar daar kom ik straks allemaal terug. En Midas Touch. Midas Touch zijn high momentum aandelen die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Midas Touch.
Even spieken. Ja, wat kan u dus hiermee doen, hè? Dus het eerste hier is configureren, dan kan u dit dus wijzigen. Het tweede is detach. Klik op detach en dan komt het naar voren. En dan kan u het groter maken. Het derde is een vraagteken. Dat is dan de help. En als ik op het vierde klik, ja, dan gaat hij dus weg. Kijk, ik ga iets nieuws toevoegen. Bijvoorbeeld Vectorvest at a glance voeg ik toe. Nu, die staat hier ook al, hier ook. Dus als ik op de X klik, dan gaat hij terug weg. Oké. Okay. Even op mijn notas kijken. Wat is er nog belangrijk voor de homepagina? Wel dit. Rechtsbovenaan heeft u Tools. Klik daar eens op en vervolgens klikt u op Application Settings. Dan ziet u allerlei. U kan bijvoorbeeld bij grafieken allerlei zaken gaan aanpassen, maar goed, grafieken doen we in deel 2. Ik ga het nu houden bij General. Wat is hier belangrijk? Bijvoorbeeld Show Confirmation on Exit. Dat dat aanstaat. Als dat niet aanstaat en ik klik hier per ongeluk op de X, dan vliegt u eruit. Nu gaat hij zeggen: ah, bent u zeker dat u het Vectorvest wenst? Nee, dus ik ga terug. Dat betekent dus dit hier. Als je opstart, u gaat automatisch op het tabblad Training komen. Nu, ik gebruik Vectorvest sinds februari 2013, dus ruim 10 jaar. Dus ja, ik ken die Training tab wel van binnen en van buiten, dus ik heb liever dat ik naar de homepagina ga. U kan dat hier dus aanpassen. Stel dat je erin geslaagd bent om een heel boeltje te maken van uw homepagina en u wilt terug de standaardinstellingen, dan klikt u op Restore Homepage Layout. Bij Skin kan u kiezen voor Custom Vectorvest 7. Als u dat doet en u klikt op Apply, dan gaat u een zwarte achtergrond krijgen. Nu, ik vind wit iets aangenamer voor mijn ogen, maar nogmaals, dat is persoonlijke smaak. U kan dus, bij u is dat zwart, denk ik. U kan dat dus gaan aanpassen naar Classic of naar Custom. Zeker eens mee experimenteren en zien wat u het liefst heeft. Preferred New Source. Weet u, daarnet opende ik toch Adobe, rechtermuisknop, en ik ging naar de nieuwspagina van Adobe. Dat was Yahoo. Maar je kan dat aanpassen naar Financial Times of Reuters. Dus, als u Reuters kiest, dat doe ik nu liever niet, ik heb liever Yahoo, maar als u Reuters kiest, dan gaat u naar de Adobe-pagina op de Reuters-website. Oké. Okay. Ja, dat is proxy settings, niet zo belangrijk. De laatste versie van Vectorvest. En hier, restore defaults, dat is als u echt alle standaard instellingen wenst terug te krijgen. Als u veranderingen heeft aangemaakt, klik op apply en vervolgens op oké. Okay. Ik ga dat nu niet doen. Voilà. Ik denk dat ik het belangrijkste heb gezegd van de tab Home. Wat moet u onthouden van de tab Home? Het verschil in abonnement. Weet, standaard heeft u een end-of-day abonnement, maar u kan dat ten allen tijde upgraden naar een intraday of een real-time abonnement. Op het einde van deze webinar geef ik u een overzicht met de verschillen en ook de prijzen. Weet dat de tab Home verschillende onderdelen heeft en dat u de homepagina dus ja, kan aanpassen naar eigen voorkeur. Bij de Color Guard begrijp liefst alle indicatoren en vergeet ook eens niet te kijken naar Tools en naar Application Settings. En dan gaan we naar de laatste tab voor deze webinar en die tab die heet de Viewers. Ik ga terug nu, daarnet had ik USA, ik ga nu naar Europa. Dus ik ga hier naar de tab Viewers en dan kies ik voor Stock Viewer. En bij Stock Viewer vindt u alle aandelen die in de database zitten. Nu, u ziet hier heel veel indicatoren. Want u kan inderdaad nog naar rechts scrollen. Heel veel indicatoren. Wat een absolute must is, is dat u een aandelenanalyserapport afprint
en dat u de indicatoren van VectorVest goed bestudeert. Leg het als nieuwe abonnee naast u. Hoe verkrijgt u nu zo'n aandelenanalyserapport? Wel, u gaat op een willekeurig aandeel staan, bijvoorbeeld Euronav. Klik met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens de tweede optie, View Full Stock Analysis Report. U kan het hier maximaliseren door op het vierkantje te klikken. Nu, standaard is dit rapport in het Engels. Maar via het drop-down menu kan u dit veranderen naar een andere taal. Stel voor dat u kiest voor Nederlands. Mocht u andere talen machtig zijn, u kan het opvragen in het Duits, in het Frans, in het Italiaans, in het Spaans en zowaar zelfs in het Chinees. Kies bijvoorbeeld het Nederlands. Print het af. Dat is een hele belangrijke. Print het af. Hou het bij. Lees het grondig. Het is inderdaad heel belangrijk om al deze indicatoren te begrijpen alvorens u aan de slag gaat met VectorVest. Nu, we gaan eens kijken. En u zal zien, de eerste kolom, dat zijn indicatoren die u overal kan terugvinden. De naam van het bedrijf, de symbool van het aandeel en de beurs waar het aandeel noteert. Nu, als er een kleine x voor staat, dan betekent dit dat er opties zijn voor het bedrijf. Bij u gaat er de volgende kolommen, de wijziging in percentage staan en ook de wijziging in euro. Nu, ik heb die wijziging in euro heb ik naar van achter gezet. Maar goed, ieder past dit aan naar eigen smaak. Maar dat staat bij u dus achter de beurs. Vervolgens heeft u de price en de value. De prijs, ja, dat is logisch, dat is de huidige koers. Maar de value, dat is de intrinsieke waarde die VectorVest toekent aan een aandeel. De value kan stijgen en dalen en is afhankelijk van 5 zaken. 1. De verwachte winst per aandeel. 2. De verwachte winstgroei van het bedrijf. En 3. De meest recente kwartaalresultaten van het bedrijf. Maar we kijken ook naar 4. Rentevoeten en 5. Het inflatiepercentage. Vervolgens ziet u eigen indicatoren. RV, RS, RT, VST en hier de CI. Al onze eigen indicatoren noteren op een schaal van 0 tot 2. Boven de 1 is positief, onder de 1 is zwak. Ik ga ze nu kort overlopen. RV staat voor Relative Value. Dit is het lange termijn koerspotentieel van een aandeel. Hoe hoger de Relative Value is, des te beter het koerspotentieel is. Persoonlijk kijk ik altijd naar de Relative Value. Ik vind die veel belangrijker dan bijvoorbeeld de koers en de value. Want een aandeel kan lichtjes overgewaardeerd zijn. En als je puur naar koers en value kijkt, dan zou dat nooit op uw radar komen. Maar dat aandeel kan toch lange tijd al een mooi lange termijn koerspotentieel hebben. We gaan eens kijken bijvoorbeeld naar dit aandeel, Adobe. U ziet, op 10 jaar is dat fantastisch gestegen van 52 naar 508. Nu, als we naar de value kijken, dan had u dat aandeel eigenlijk bijna nooit gekocht, omdat het bijna altijd overgewaardeerd is. Maar kijken we naar de relative value, het lange termijn koerspotentieel. Ik ga het even een andere kleur geven. Ik ga straks uitleggen hoe je dat allemaal doet. Hè. Maar wat zien we dan? 10 jaar geleden had dit aandeel een zwakke relative value. U ziet dat hier ineens uitbreken. We spreken van niveaus van 0,40 naar hier niveaus van 1,40. Sindsdien, begin 2015, heeft Adobe telkens een hoge relative value. Het is nu wel een beetje aan het afkalven, maar u ziet al 8 jaar, bijna 9 jaar zelfs onafgebroken, een goede relative value tussen de 1 en de 1,40. Dat is de reden dat ik niet zo kijk naar de koers en de value, maar ik kijk wel naar de relative value, het lange termijn koerspotentieel van een aandeel. RS staat voor relative safety. Ook hier op een schaal van 0 tot 2. Boven de 1 is het aandeel veiliger dan het gemiddelde aandeel uit de database. Het is wat mij betreft de allersterkste, de allerbelangrijkste indicator, zeker als u een belegger bent op middellange termijn of op lange termijn.
heeft een heel goed trackrecord als het aankomt op het kloppen van de UMIX. De relative safety, met wat houdt die rekening? Wel, we kijken naar de debt-to-equity ratio. We kijken naar de evolutie van de omzet, de historiek van het bedrijf, de marktkapitalisatie, de dividendpolitiek van een bedrijf, waarbij we vooral kijken naar de payout ratio en niet zozeer naar de dividend yield. We kijken vooral de payout ratio en hoe veilig is het dividend? Wat is de verwachte winstgroei van het dividend? Maar het allerbelangrijkste bij de relative safety is 90% van de bedrijven met een hoge relative safety lopen keer op keer de vaak hooggespannen analistenverwachtingen bij het rapporteren van kwartaalresultaten. Zoals gezegd, de indicator die een heel goed trackrecord heeft als het aankomt op het kloppen van de index. De mensen die live kijken in de workshops van oktober, die nu bijna ten einde zijn, morgen nog in Kortrijk, maandag, dinsdag in Mechelen en dan zondag nog de online workshop. Ik bespreek een strategie waarbij we aandelen gaan sorteren op inderdaad relative safety. En die strategie die heeft de afgelopen 13 jaar puur buy and hold, gemiddeld 4,5% beter gedaan dan de S&P 500. 4,5% per jaar, gemiddeld beter dan de S&P puur buy and hold. Dus die relative safety is wat mij betreft de allerbelangrijkste indicator, toch als u een belegger bent op middellange termijn of op lange termijn. Vervolgens hebben we de RT. Ja, ik wil u nog even over zeggen, zorg dat u zeker die workshop bekijkt. Ik ben al op 6 locaties geweest. Er volgen nog Kortrijk en Mechelen. Maar als u dat allemaal niet kan bijwonen, wel zondag 5 november, de online workshop. Kan u ofwel live kijken, of u registreert. Ik wil al even zeggen hoe dat u dat kan doen. Vectovest.be. En dan vervolgens ja, workshops en webcasts. En dan klikt u op... waar staan we? Hier. Nederlandstalige online workshop livestream 5 november om 9:30. Hier registreren. Dan krijgt u 24 uur op voorhand de link. U kan ook altijd hier de webinar bijwonen, live, door hierop te klikken. Maar als u registreert, krijgt u achteraf de link. En iedereen die gekeken heeft, die krijgt achteraf sowieso de slides. En dan kan u daarmee aan de slag. Tot zover relative safety. We gaan naar de volgende kolom, RT. RT staat voor relative timing, het korte termijn momentum, onze eigen technische indicator. Die geeft de kracht weer achter de markt of achter een individueel aandeel. Boven de 1 is het momentum positief, onder de 1 is het momentum zwak. VST is de master indicator. VST bestaat uit value, safety en timing. VST, value, safety en timing. Onthoud wel dat timing een zwaarder gewicht toegekend krijgt in de VST. En dat vind ik persoonlijk een hele gevaarlijke. Let erop als u blind de top VST aandelen koopt, dat u geen aandelen koopt met een zwakke RS. Bijvoorbeeld hier RS1, RS101, RS0.8. Nu valt het mee. Het zijn er maar 3 van de 10 die een RS hebben van 101 of lager. Een paar weken geleden had ik hier in de top 10, had ik 7 van de 10 aandelen een zwakke relative safety van 1 of lager dan 1. Dat is gevaarlijk. En waarom is dat? Kijk, dit zijn allemaal aandelen met een hoge VST. De meeste hebben een hoog momentum. Dat betekent dat de trend zeer sterk stijgend is. Dat kan goed blijven gaan, maar als er dan kwartaalresultaten komen en die bedrijven hebben een zwakke relative safety, het zou niet de eerste keer zijn dat die aandelen onderuit gaan. Ik probeer u te behoeden voor de beginnersfouten die ik 10 jaar geleden maakte als nieuwe abonnee. Toen kregen wij 5 video's mee, 5 cd's, en dat was het. Nu zijn er heel veel webinars en u gaat natuurlijk enkel abonnee blijven als u goede kwartaalresultaten haalt. Dus ik probeer dat mijn aandelen, dat mijn abonnees, in goede aandelen zitten waarmee ze op termijn mooie rendementen mee behalen, want enkel dan zal u goede resultaten behalen. Ik probeer u bij gevolg te behoeden voor de beleggersfouten, ja, de fouten die ik als nieuwe abonnee 10 jaar geleden maakte. En dat is, staar u niet blind op VST, staar u ook niet zo blind op die buy, kijk altijd eerst naar de fundamentals, hoe hoger de RS, hoe beter, kijk ook naar de relative value,
Eerst fundamenteel en dan eigenlijk technisch gaan kijken. Goed. Elk aandeel krijgt iedere dag opnieuw een aanbeveling. Buy, sell of hold. Hoe krijg je een bepaalde aanbeveling? Wel, verkopen. Een aandeel gaat op verkopen staan als de koers lager is dan de stoploss. U ziet hier de koers €24,18. De stoploss €24,25. De koers zit met andere woorden onder de stoploss. Dit aandeel staat op sell. Wat is die stoploss? Dat is hier de stoploss. Wel, dat is enerzijds technische en anderzijds fundamentele analyse. Technisch, we kijken naar het 65-daags voortschrijdend gemiddeld van de slotkoers, maar adjusted for fundamentals. Hoe moet je dat nu begrijpen? Wel, het idee is het volgende. Je hebt twee bedrijven die aan het stijgen zijn. Een bedrijf fundamenteel en een bedrijf met heel zwak fundamentals. Maar beide zijn aan het stijgen. Ineens beginnen beide aandelen te dalen. Wat is nu onze bedoeling? Dat aandeel met uitstekende fundamentals, daar gaan we die stoploss, dat 65-daags voortschrijdend gemiddelde, daar gaan we die stoploss naar beneden trekken. En waarom doen we dat? Dat is een bedrijf met goede fundamentals. We willen dat dat bedrijf bij u langer in portefeuille blijft. Kwaliteitsaandelen moeten langer in portefeuille blijven. En u zal zien bij correcties, normale correcties van 10%, gaat dat goed aandeel net niet op sell springen. Natuurlijk, bij berenmarkten uiteindelijk springen ze allemaal op sell. Het idee is dus, bedrijven met uitstekende fundamentals beginnen te dalen, wij trekken de stoploss van naar beneden, zodanig dat bij normale correcties die aandelen net niet op sell springen. Daartegenover, een bedrijf met zwakke fundamentals, dat begint te dalen, daar gaan we de stoploss net een beetje naar boven duwen, zodanig dat dat aandeel met zwakke fundamentals dat dat sneller op sell zal springen. Dat is het idee erachter. Bedrijven met zwakke fundamentals, sneller op sell. Bedrijven met goede fundamentals, dat we die langer in uw portefeuille kunnen laten zitten. Waarom is dat de bedoeling? U zou een topbedrijf kunnen verkopen, het achteraf opnieuw vergeten te kopen. Ja, en als u het vergeet om het opnieuw te kopen, ja, en u ziet het daarna 30% stijgen, dat zou wel heel jammer zijn natuurlijk. Goed. Waarom gebruikt VectorVest het 65-daags SMA als stoploss? Wel, VectorVest heeft enorm veel backtesten gedaan en daaruit blijkt voor VectorVest dat het 65-daags SMA het meest betrouwbare is. Goed, wanneer krijgt een aandeel nu een kopenadvies? Daarvoor dient er aan 4 voorwaarden te worden voldaan. We gaan eens kijken dat ik iets goed vind. Een momentje. Misschien even naar USA gaan voor een. Oei. Wat is hier gebeurd? Dat is niet goed. Oké, dan gaan we het zo doen. Kijk, hier. Het aandeel gaat van hold naar buy en terug naar hold. Ik ga al de stoploss erbij zetten. En ik ga mijn cursor hier zetten. Het aandeel Adobe springt hier op buy op 3 augustus vorig jaar. Waarom springt het op buy? Dan moet er voldaan worden aan 4 voorwaarden. De eerste voorwaarde is het momentum. De relative timing die moet hoger zijn dan 1. U ziet, hier is aan voldaan. De tweede voorwaarde is de VST. De VST, de masterindicator, moet hoger zijn dan 1. Ook hier is aan voldaan. De derde voorwaarde is de koers. De koers moet hoger zijn dan de stoploss. Koers 4,24, stoploss 3,75. Ook hier is aan voldaan. De vierde voorwaarde, daarvoor heb ik de grafiek nodig. Kijk, hier staat het aandeel op hold. Wit met highs hold, groen met base buy. Wat is de vierde voorwaarde voor een buy? De koers moet sterker stijgen dan de stoploss. We gaan eens kijken. De koers gaat van 409 naar 424. Er komt dus $15 bij. Wat doet de stoploss? Die gaat van 370
naar 375. De stoploss hier komt slechts $5 bij, terwijl bij de koers die gaat van 409 naar 424. Koers stijgt sneller dan de stoploss. Hoe kan dat aandeel dan van hold naar buy gaan? Nee, sorry, van buy terug naar hold. De koers daalt sneller dan dat de stoploss daalt. En hier in dit geval de RT gaat onder de 1. Dus 4 voorwaarden om een buy te krijgen. Oké, ik ga terug naar Vectorvest Europa. Wat hebben we hier nog allemaal? Stoploss heb ik net besproken. We hebben de price earning. Dat is vanzelfsprekend de koers-winstverhouding van een aandeel. De NPM is de net profit margin. De GRT is de verwachte winstgroei van een bedrijf voor de komende 1 à 3 jaar uitgedrukt in procenten. De EPS, dat staat vanzelfsprekend voor earnings per share, maar dit is de 12-month leading EPS. De EPS die wij binnen 12 maanden verwachten. Dat zijn dus niet de earnings, de meest recente kwartaalresultaten, maar wel de earnings die wij binnen 12 maanden verwachten. Belangrijk dus, omdat dit een toekomstige EPS is, is dat uw bedrijven selecteert, die voorkeur heeft aan aandelen, waarbij de EPS toch nog mooi blijft doorstijgen. Wat hebben we hier nog allemaal? Earning yield, dat is eigenlijk de EPS ten opzichte van de koers in percentage. Dan hebben we al onze dividendindicatoren, het eigenlijke dividend in dit geval in euro. De dividend yield, dat is natuurlijk het dividend ten opzichte van de koers in percentage. DG staat voor dividend growth. DG dividend growth. En DS is hoe veilig is het dividend. Dividend safety. Een schaal van 0 tot 100, hoe hoger des te beter. En dan hebben we onze dividendindicator. YSG, Y van yield, S van hoe veilig is het dividend en G van de verwachte groei of afname van het dividend. Dit is de dividend master indicator op een schaal van 0 tot 2. Average volume, marktkapitalisatie. Ik kan nu de belangrijkste erbij nemen. De sales in miljoenen euro, dus 4000, betekent eigenlijk 4 miljard. Dan een aantal eigen indicatoren die ik zelf heb gemaakt, het eigenlijke volume. GPE is het omgekeerde van de PEG-ratio, dus we gaan de verwachte winstgroei delen door de price earning. Openingskoers, hoogste koers van de dag, de low van de dag. De range is het verschil tussen de hoogste en de laagste koers van de dag. Het volume in percentage, dat is misschien handig als een aandeel fors stijgt, gebeurt dat onder hoge volumes. De sales per share, de price to sales ratio, het aantal uitgegeven aandelen in miljoenen. De sector, de industrie, kom ik zo dadelijk op terug. En dan de koerswijziging in euro. Voilà. Daarom heel belangrijk, ga op een aandeel staan, rechtermuisknop View Full Stock Analysis Report. En dan kan u al deze indicatoren afprinten en bekijken. Voilà. Goed, wat hebben we hier nog? We zien hier, ik ga even naar Amerika even. We zien hier Sector Viewer en Industry Viewer. Het is belangrijk dat u het verschil kent, snapt, tussen sector en industrie. Een sector is het allesomvattende. U ziet dat we hier 41 sectoren hebben. 41. Iedere sector is onderverdeeld in industrieën. Dus we hebben veel meer industrieën dan sectoren. Hoeveel industrieën hebben we? 222 industrieën in Amerika. Als ik nu ga kijken naar die sector. Bijvoorbeeld de petroleumsector. Als u daarop dubbel klikt, dan krijg je automatisch alle industrieën in de petroleumsector. En dan zie je, de sector petroleum wordt onderverdeeld onder andere in production, exploration, field services, equipment, drilling, royalty, specialty, etc. etc. Zo kan u dat ook doen voor insurance. Life, casual,
casualty, excuseer, brokers, health en general. Dus, sector is het allesomvattende. En dan heb je industry viewer, de aparte industrieën. Zo kan je ook zien, ze zijn automatisch gerangschikt op RT. Het zal u niet verbazen, mensen die live kijken, dat ETF Short het op dit moment het zeer goed doen. De ETF Short is dus de hoogste qua momentum van alle industrieën op dit eigenste moment. Nu, industrieën worden verder opgedeeld in aandelen. Bijvoorbeeld hier Petroleum Production Pipeline. Als u daarop dubbel klikt, dan ziet u alle aandelen in de pipeline industrie. Dat zijn er 24. Oké, sector allesomvattende. Sectoren worden onderverdeeld in industrieën en industrieën worden onderverdeeld in aandelen. Wat heel interessant ook is bij sector, u kan bijvoorbeeld de grafiek van de sector bekijken. Dit is bijvoorbeeld de grafiek van de sector office op 2 jaar. Oké. U kan in Office bijvoorbeeld alle industrieën gaan bekijken, maar ook alle aandelen die in deze office sector zitten. Dat zijn er slechts 10 voor de office sector. Als je gaat kijken naar petroleum, zijn dat er natuurlijk een heel pak meer. Wat hebben we hier nog? Een ETF viewer. We zien in Amerika 1900 ETF's. Natuurlijk, voor ETF's zijn we beter af in Europa, omdat we die Amerikaanse toch niet meer kunnen kopen. In Europa zijn er 473 ETF's. Nu, als je ETF's ontdekt die nog niet in Vectorvest zitten, heel goed, laat het ons weten. Mail ons belgium@vectorvest.com. Geef even de ISIN-code of de Yahoo-link van de ETF die u wenst toe te voegen. Mail dat naar belgium@vectorvest.com. En normaal gezien duurt het een week en dan is de ETF toegevoegd in de Europese database. Tot slot hebben we, kan ik misschien even in USA laten zien, Events Viewer. Hier zie je bijvoorbeeld maandag 30 oktober alle aandelen die maandag 30 oktober ex-dividend gaan, alle aandelen die maandag 30 oktober het dividend uitkeren en alle bedrijven die morgen kwartaalresultaten rapporteren. En zo kan je dat doen dag per dag. Je kan hier een begindatum en een einddatum ingeven en dan kan je zo enorm naar beneden scrollen. Wat hebben we nog? Nu ga ik terug naar Europa. Als u als nieuwe abonnee eerst de nodige video's heeft vernomen, dan adviseer ik u daarna om de aandelen die u al in portefeuille heeft, voor u bijvoorbeeld klant werd, om die in een watchlist te steken. Als je nu geen aandelen in portefeuille hebt, geen probleem, maak dan een watchlist aan met de aandelen die u overweegt om te kopen. Hoe maakt u nu zo'n watchlist aan? Want deze is heel belangrijk hier, watchlist viewer. Dit is een hele leuke om in te neuzen. We gaan bijvoorbeeld in My Watchlist. Ik klik hier links bovenaan in het drop-down menu New Watchlist. Ik doe 2023, 10, we zijn de 29ste. Test. Ik klik op Add. En hier kan je dan aandelen gaan toevoegen. Het grote voordeel van een watchlist, zoals deze, is dat je al je aandelen op één scherm hebt. Als nieuwe abonnee ziet u meteen wat Vectorvest vindt over uw aandelen en u kan zich afvragen of het niet beter is om afscheid te nemen van bepaalde aandelen, omdat ze bijvoorbeeld een bijzonder zwakke relative safety hebben. Ik ga er nu een aantal aandelen toevoegen, bijvoorbeeld het Nederlandse ASMI, het Belgische Xalotus nemen en het Franse Hermes. Ik zal Louis Vuitton heeft het nogal moeilijk. Ik ga Louis Vuitton toevoegen. Voilà. Zo kan u meteen zien. Wel, dit zijn. Stel dat dit uw portefeuille is in Europa. Zo kan u meteen zien. Wat is de relative value? Wat is de relative safety? En wat is de aanbeveling? En wat zien we dan?
De relative value, dat is niet zo fameus. De relative safety daarentegen is wel goed. Hè? ASMI 1,40, Lotus 1,26, Louis Vuitton 1,19. Het leuke is dat je hier onderaan een watchlist average hebt. Deze drie aandelen, hun lange termijn koerspotentieel is niet zo bijzonder, maar de relative safety is dan weer bijzonder sterk. Wat ook leuk is, is, stel dat dit uw portefeuille is, u kan hier een grafiek van maken. Rechtermuisknop, dus je staat hier onderaan, rechtermuisknop, View Watchlist Average Graph. En dan ziet u hier de grafiek, in dit geval op 2 jaar. U kan dus uw eigen watchlisten gaan aanmaken, maar er zijn heel veel voorgebouwde watchlists en dat is heel interessant om in te neuzen. Eerst gaan we eens kijken in Europa. Je hebt index watchlisten. Bijvoorbeeld de Bel. Ja, in de Bel zitten natuurlijk 20 aandelen. Ik heb er hier 3. En je kan dit natuurlijk veranderen door, geef mij alle top 20, top 50, top 100, etc. Ik heb nu gewoon de top 3. U kan dat natuurlijk liggen aanpassen. Waarom doe ik dat? Wel, een beetje logisch, hè? Mijn abonnees, ja, die zien natuurlijk alles. Ik ga natuurlijk niet alles prijsgeven aan niet-abonnees. Dus dat is de reden dat hier nu top 3 staat. Maar je kan dat natuurlijk zelf thuis aanpassen. In principe staat er bij u top 50, denk ik. Wat is het verschil? Index en enkel aandelen uit de Bel. Als je nu alle aandelen uit, zeg het is Amsterdam of Brussel winst, dan ga je niet naar index, maar wel naar exchange. Bijvoorbeeld Amsterdam, 224 aandelen. En dan zie je hier de top 3, maar u kan dit gaan veranderen naar all en dan zie je ze dus allemaal. Er zijn heel veel leuke watchlisten. Ik ga je laten zien in Amerika. Bijvoorbeeld hier, dividend payers. Als ik hierop klik, dan krijg je alle bedrijven die al minstens 25 jaar en meer een stijgend dividend hebben. Dat is leuk om naar te verwijzen. En straks gaan we in deel 3 de Unisearch bekijken. Dan gaan we op zoek naar aandelen die aan bepaalde voorwaarden voldoen die u belangrijk vindt. U zou kunnen zeggen van oké, geef me alle aandelen die al minstens 25 jaar een stijgend dividend hebben, met een price-earning van maximaal 18, ik zeg maar iets, en een verwachte winstgroei van minstens 10%. Dit maar een voorbeeld. Dat kan dus allemaal. U gaat dus verwijzen hier naar een bepaalde watchlist. Cherrypicking, dat zijn high momentum aandelen. Daar wil ik in mijn journaal of Q&A altijd eens op terugkomen. ETF's. Hier zitten alle ETF's in. Contra-ETF's met hefboom 2. Regular, long met hefboom 2, hefboom 3. Etcetera, etcetera. Dus heel veel ETF's die onderverdeeld zijn. Alles met metaverse. Hier bij Overview Watchlist, hierin zit een aantal aandelen met 5G. Artificial Intelligence Hardware Providers. Artificial Intelligence Stocks en ETF's. Ja, kijk maar eens, alles met gentherapie. Ook leuk. Je kan verwijzen naar de S&P 500. Hier, klik op S&P 500. En dan heb je ze bijvoorbeeld allemaal. Voilà. Dan hebben we special watchlist hier. Hè. Ik kan eens even. De best new highs. Bijvoorbeeld alle aandelen die een nieuwe high hebben neergezet in de afgelopen 12 maanden. Alle aandelen uit Brazilië die ook een notering hebben in Amerika. Alle aandelen uit India of uit China die ook een notering hebben in Amerika. Alle aandelen uit Russell 2000. Alle aandelen die een nieuwe 52-week low hebben neergezet. De Wow Watchlist, dat zijn aandelen die worden aanbevolen door de analisten in Amerika. Dus je ziet het heel, heel, heel veel interessante zaken die je hier kan terugvinden. Goed, wat moet u onthouden van de tabblad viewers? Ga naar de stockviewer en print een aandelenanalyserapport af. Dat is een hele belangrijke. Weet van het bestaan tussen de sector en industrie. Weet dat er ook ETF's zijn.
En maak een watchlist aan, zodanig dat u daar zelf al uw aandelen kan toevoegen. Voilà. Goed. Wat kan u nu doen na deze webinar? 1. Ga naar de training tab en ga daar de Nederlandstalige snelstartcursus en het groene boekje downloaden. Bekijk het journaal en ter zake. Dat zou ik echt een must vinden om daar naar te kijken. U kan die ook uit het verleden opvragen. Kijk straks om 8 uur naar deel 2 en deel 3 van Aan de Slag met Vectovist. En bezoek een van onze evenementen, ofwel workshop op locatie, ofwel online, vectovist.be/events. Ik heb hier een overzicht van mijn komende webinars. Volgende week zondag, voor de mensen die live kijken, zondag 5 november, de online workshop livestream. Die vindt plaats al om 9:30 's morgens. Zondag daarop, journaal om 9:00 s'avonds. De 19e Q&A om 9:00 s'avonds. En dan op 26 november terug het journaal om 9:00 s'avonds. Weet dat we ook volgend jaar, maar ook dit jaar dus nog, workshops doen op 8 locaties in België en Nederland. Ik kom op iedere locatie 5 keer. Dat is altijd in januari, in april, in mei, oktober en november. We zijn dus eigenlijk nog maar net begonnen met de oktoberworkshops. En binnenkort gaan vanaf 20 november starten we alweer met de novemberworkshops. Die workshops vinden plaats in Brugge, Kortrijk, Gent, Ramsdonk, Mechelen, Geel en Lummen in België. Telkens op een weekdag 's avonds. Hier over de grens, daar was ik gisteren nog, in Eindhoven. En dat is telkens op een zaterdag voormiddag. Toegang, parking, drank, alles is gratis. De presentatie die gebeurt in het Nederlands door mezelf. Het enige dat wij vragen is dat u zich inschrijft. En dat kan u dus doen via onze website vectovist.be/events. Stel dat u nog geen abonnee bent en u wilt het uitproberen, dat kan. Voor nog geen 10 euro krijgt u 30 dagen toegang tot 18.500 aandelen wereldwijd. U vraagt zich misschien af, wat zijn de prijzen nadien? Wel, een maandabonnement, dat is ten allen tijde €59. Een jaarabonnement is in principe €645. Maar er is een maar. En dat is, als u nu een proefabonnement heeft en u besluit een jaarabonnement te nemen, dan krijgt u altijd €50 korting. U krijgt eigenlijk bijna twee maanden gratis. Hoe zit dat? Per maand betaalt u €59. Als u een maandabonnement behoudt, dan heeft u na 10 maanden €590 betaald. Leg €5 op en u krijgt de laatste 2 maanden er eigenlijk gratis bij. Ik zeg altijd, als u een proefabonnement heeft en na het proefabonnement hebt u zoiets van, amai, het is wel iets goed, ik wil dat me voortdoen, maar ik twijfel nog. Wel, neem dan een maandabonnement. Het gaat automatisch over naar een maandabonnement. Dus u kan ten allen tijde stopzetten, ofwel tijdens het proefabonnement. Hoe zet u het stop? Door ons te mailen, belgium@vectovist.com. En er wordt niets meer gedebiteerd. Anders gaat u automatisch over naar een maandabonnement. Maar als u echt overtuigd bent van de kracht van Vectovist, en ik denk dat minstens 90, zelfs 95% van mijn abonnees jaarabonnementen hebben, ja, dan bent u beter af met een jaarabonnement. Doe het nooit via een telefoontje naar Amerika, want dan betaalt u de volle pot. Als u naar mijn webinars kijkt, als u naar mijn workshops komt, ofwel op locatie ofwel online, krijgt u altijd die extra korting. Alleen moet u er wel zelf naar vragen. Dat kan bij mij op de workshop zelf, na de sessie, ofwel via mail belgium@vectovist.com. Nu, de meeste mensen hebben een end-of-day abonnement en met een end-of-day abonnement kan u perfect werken. U heeft toegang tot alles wat u eigenlijk nodig heeft. De RS-aandelen, de high-momentum-aandelen, alles. De marktsignalen, u heeft tot alles toegang. Maar we bieden ook een intraday abonnement aan voor USA. De overige databases zijn altijd end-of-day. Wat betekent dat intraday? U heeft de koersen in Amerika met 15 minuten vertraging. Nu, dat heeft u ook sowieso op uw smartphone bij een end-of-day abonnement. Dat zeg ik er toch maar bij. Is toch handig meegenomen? Bij een end-of-day abonnement heeft u op de smartphone de koersen in de US met 15 minuten vertraging. Als u het op uw desktop of uw laptop wenst,
100 euro korting door het via ons te doen. Real-time abonnement? Wel, dan heeft u de koersen live als USA open is. En dan krijgt u er aparte modules nog eens bij. Deze modules die ga ik straks in deel 3 bespreken. U ziet het, een real-time abonnement is natuurlijk een stuk duurder, maar u bespaart wel 200 euro als u het via ons doet. Nu, inflatie bij Vectorvest, dat kennen wij niet. Ik ben destijds in februari 2013 abonnee geworden. Wel, ik heb de prijs nooit weten verhogen. Eigenlijk is die zelfs verlaagd, in de zin van, de prijs is hetzelfde gebleven, maar vroeger kreeg u maar 2 databases. Wenste u ze alle 5, dan moest u daarvoor bijbetalen. Nu krijgt u ze allemaal, alle 5, en de prijs is hetzelfde gebleven. U kan geld besparen door een abonnement af te sluiten via de workshops. U kan nog geld besparen door mij uit te nodigen. Wat bedoel ik daarmee? Wij geven ook gastpresentaties. Stel dat u lid bent van een beleggingsclub en u nodigt mij uit voor een gastpresentatie, dan krijgt u sowieso een krediet van 59 euro, gewoon omdat wij een presentatie mogen geven. Hoe ziet zo'n gastpresentatie eruit? Ik leg de indicatoren van Vectorvest uit en dan gaan we de portefeuille van de club door Vectorvest halen. Ik mag dan ook altijd een speciaal proefabonnement aanbieden voor de mensen, de aanwezigen, die interesse hebben na de uiteenzetting. Die kunnen dan Vectorvest uitproberen. Normaal gezien is het 30 dagen voor 9,95. Nu, op die moment van een gastpresentatie, is het 60 dagen voor 9,95 euro. Dus als u mij uitnodigt, 59 euro. Als u mij uitnodigt, een aantal personen worden dan dankzij u eigenlijk proefabonnee. Wel, als die personen nadien na het proefabonnement een vast maand- of jaarabonnement nemen, dan krijgt u per persoon ook nog eens 59 euro krediet. Dat aanbod is enkel geldig als u een vast maand- of jaarabonnement heeft. Nu, ik doe het niet alleen op beleggingsclubs. Stel dat u een aantal collega's, vrienden, familieleden hebben, heeft met een oprechte interesse voor beleggen en u nodigt mij uit, wel, ook dan is dit aanbod geldig dat u mij uitnodigt voor een namiddag of avond of voormiddag. Bij de familieleden, de vrienden van, of collega's. En dan krijgt u sowieso een krediet van 59 euro. Heeft u interesse of wenst u meer informatie? Mail ons dan op belgium@vectorvest.com. Hoe kan u een proefabonnement activeren? Enkel en alleen via deze link. vectorvest.be/proefperiode voor een proefabonnement van 30 dagen voor 9,95 euro. Hoe kan u profiteren van die extra korting als u besluit na het proefabonnement een jaarabonnement te nemen? Of als u een bestaande abonnee bent, u heeft al een jaarabonnement. Amai. U heeft al een jaarabonnement en u wenst het te verlengen voor end of day, intraday of realtime. Als u die korting wenst te bekomen, gewoon mailen. belgium@vectorvest.com of voor de noorderburen nederlands@vectorvest.com. Zet in dat mailtje 1 dat u uw abonnement wenst te verlengen. 2 dat u deze aan de slag met Vectorvest webinar heeft bekeken. En dan krijgt u sowieso de extra korting. Voilà, we zijn er door voor vandaag. Ik zou zeggen, het is nu, voor de mensen die live kijken, het is bijna 19:30. Ik zie hier Robert zeggen dat zijn eten bijna koud wordt. Wel, Robert, u heeft 35 minuten om te gaan eten. Want straks om 20:00, dan gaan we beginnen met aan de slag met Vectorvest deel 2, waarin we onder andere de grafieken gaan bespreken en de universiteit. En dat is toch wel heel interessant. Voilà. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw aandacht. Ik hoop u straks te mogen verwelkomen voor deel 2 van Aan de Slag met Vectorvest. Heel graag tot zometeen.